Yo, ik ben Thomas. Ik ben Stefan. En deze week zijn we het Core Date in Afrika. Om jullie te laten zien dat dingen die voor ons in Nederland heel normaal zijn, hier compleet onwerkelijk zijn. En daar gaan we het aan doen. Ja! Yeah! 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 Ik was zo misselijk. Oh. We zijn samen met Core Date afgereisd naar Oeganda, een land in het midden van Afrika. Hier is overal te merken dat de gezondheidszorg in Afrika hulp nodig heeft. Volwassenen en kinderen sterven aan de meest simpel te behandelen ziektes. Deze week krijgen we iedere dag van Giel een nieuwe missie in de hoop de situatie iets te verbeteren. Ja, in Nederland zijn we gewend om naar de dokter te gaan als we ons even niet lekker voelen. Maar in Afrika is dat heel anders. Daar weet men veel te weinig over goede gezondheid en hygiëne. Mensen weten ook meestal niet hoe ziek ze zijn. En dat kost onnodig veel levens. Ik ga vandaag Thomas en Stefan een missie geven waarbij ze in kleine dorpen moeten komen en daar voorlichting gaan geven over gezondheid. En hopelijk kunnen ze die zieke mensen daar op tijd naar het ziekenhuis verwijzen. Oh, bellen. Tell me. Hola. Hoi. Yo, jongens, hoe gaat het? Hebben jullie een beetje goed kunnen slapen? Ja, zeker. Top geslapen. Onder de klamboe, ja. Zeker. Heel goed, jongens, want jullie kunnen vandaag de energie goed gebruiken. Jullie gaan namelijk meelopen met de Village Health Team. Dat zijn community workers die in kleine dorpjes voorlichting gaan geven over gezondheid en de mensen erop wijzen dat er iemand ziek is. Nou, succes, jongens. Later. Dankjewel, man. Yo, gaan we doen. Succes daar. Hoi, hoi. Hoi. Goed, we zijn hier vandaag met Angela. Zij is van het Village Health Team. En dat is eigenlijk een soort van social worker die de community in de gaten houdt. So, Angela, what do you do? I do identification of homes. I move to homes. Yeah. I go and identify the sick people in those homes, especially the children. Yeah. So we also teach about the hand washing in the house to keep the hygiene. Great. So that we avoid sicknesses like diarrhea. Because most of these diseases that we get are from poor hygiene. Okay. In their homes. And then they get diarrhea. They get in diarrhea and yet they can prevent it. Okay, and what are we going to do today? I want you to help me this time. Yeah, that's great. Hand washing, cleaning. So it is a good team. So you're going to be a team today, yeah? Yes. We're going to be a team today. All right. Yes. Hey. We moet ons even omkleden. Ja, laten we dat gaan doen. Top. Cleaning team, here we come. So, Angela. So, hello. We are ready to clean the shit up. Yeah. Okay. What do you think of our outfits? Very smart. Nice. So this is the first home? Yeah. This one? Hello. 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 Wij zijn het schoonmaakteam. Yay. We gaan weer schoonmaken. Let's go. Can you go inside? Ja, had ik al een schoonmaakmuziekje bij gewild. Maar dan kunnen ze misschien in de montage wel onderplakken. Een schoonmaakmuziekje. Hoppakee. Thank you very much. Thank you, it's okay. Dat hebben we goed gedaan als schoonmaakteam. Huppatee, bats en door. Hallo, schoonmaakteam is hier. Ik ga het gewoon proberen. Het is serieus nog kleiner. Het is wel gezellig hier, hoor. Ik ga hier wel een beetje schoonmaken. Oké, chill, man. My god. En, was het schoon? Ja, het is hartstikke schoon. Ja? Ja. Mooi. Beetje klein, maar wel lekker schoon. Hey Toos, zullen wij zelf ook nog even een soort van cursus geven? Een cursus? Ja, bij de waterpomp. Laten een waterpompcursus. Ja, we kunnen een handenwascursus geven. Een handenwascursus. Handwashing, you know? Handwashing, yes. Yeah. Very important, right? When we wash our hands, we prevent diseases almost 90 to 99%. 99%? Almost 99%. Wow. That's a lot. So we wash hands to prevent those different diseases. Yeah. It's one of the most important things to do, I think. Yes. Hello, boys and girls. Hello. We're going to do the hand washing. Yes. We're going to hand wash. So, we have a little bucket. Yeah. Yeah, we put water in it. Yeah. It's good job, good job. Wat goed van jou, Thomas, dat je water hebt gehaald. So, now we need a volunteer. Yes, one. Okay, so, come on. You are as well, so you can stand up here. Yes. Yes. You grab the soap like this. You grab it, yes. Yes. Put it a little bit in the water, yes. And then you go like this, like this, like this, like this. So, laat maar zien. Yeah, precies. So, everybody wash your hands. Wash your hands. Nog gauw, sorry hier. Yes, like this. Ja. Goed zo, jongens. Heel goed. Ja, jongens. Dat hebben jullie vaker gedaan.
Good job, guys. Applaus. Komen we niet meer van ze af. Nee. Als ze nou een stoppetje spelen, dan gaan ze zelf weg en dan kunnen wij ook gewoon door. Ze zijn weg. We kunnen gaan. Top. Goed. De voorlichting over hygiëne is geslaagd. Maar de gezondheidswerkers hebben nog een andere, heel belangrijke taak. Ze houden zich bezig met het opsporen en identificeren van zieke mensen, met name kinderen. Ze proberen hun of hun ouders aan te sporen om bij ziekte naar de dokter te gaan. Hoi Thomas. Nice to meet you. Hey, hallo, I'm Steven. Nice to meet you. Hallo. Wil je ook een handje geven? Hallo. Oh, wat fucking lief. Are those twinnies? Yes. Twins. Twins. This is Patrick, Jose. Patrick. Then this one is Jafar. Are they healthy? They have a lot of sign of malnutrition. Malnutrition, and it seems they have worms also because of this distended abdomen. Yeah. And at the same time, stunted growth because they are 4 years. Yeah. But if you look at them, they are like 2 or even 1.5. Yeah, yeah. Really small. Yeah, that's okay. So when we identify such children, we refer them to hospital. Yeah. We refer them and they get proper medication. She's saying that she's not aware. She doesn't know why they are like that. Because the children are not hers. Okay. Somebody just left them somewhere. So she's not the mother of she's the twins? She's not the mother. Oh, ze zijn dus vondeling gelegd eigenlijk. Wow. Okay. But they are very sick. They go to a doctor or something? Or? They have never. They've never been to a hospital? No. Why not? Because they don't have money to go to hospital. Okay. Wow. Does she have children of her own? She has 5 children, but the husband died. Oh, ik vind het heftig hoor. Ze zorgt in eentje voor 7 kinderen. 7 kinderen. Dus heeft deze tweeling ook gewoon onder haar hoede genomen. Ja. Terwijl ze amper voor de eigen kinderen kan zorgen. Ja. Ik vind het maar heftig. Want ze, ja, het is gewoon weer een geldprobleem eigenlijk. Ja, man. Is it possible that we can take the children to hospital? Because I think it's a big emergency. They need help now. Yeah, because they really need health care. Yeah, and it's urgent that we do it now. Yes. I think because they've never been to a hospital before, or a doctor, or whatever. They've never been checked, you know? Yeah. So I think it's very important that we're going to do that today. Right? Okay, that was my actie. Yeah, I think it's so, so thank you very much, because there was no hope. No hope at no all. No hope, no even. Let's go. Yeah, thank you. Come on, little boys. Hey. Durf jij met mij mee? Wauw, wat lief. Hé, poepie. To do BS work for malaria. You can do blood tests. Yeah, then also blood group of the child. Okay. Test results? Yeah, so the results are out. Yeah. For the 2 children. Yeah. So they have found out this tenure. Yeah. They have found out he has malaria. Okay. Malaria. Malaria is there. He has worms. Worms. And he has little blood compared to his age. The normal ranges are supposed to be 12 to 15, but they have found out 9 only. Jesus. So what does it mean? So this one, he has malaria and anemia. So they found that the blood also very little for this one.
Yeah. Even lower than this one. Wow. Really? So, but it's good to know, right? So now we can get some medicines and do something about it. So if I understand, we came on the right time. Yes. If they are more sick and dead, then it's too late, right? Yes. Because they're already too sick and their immunity is already low. So if they get anything small, it can affect them so much. Even it can bring death already. Jeetje, Mina. Yes. De weerstand is zo laag dat ze nu echt kan zoveel afgelopen zijn. Dus wij zijn echt net op tijd. Er zijn ook andere kinderen die komen gewoon te laat. Ik weet het. Ik ben sprakeloos, man. Ik voel me echt heel... can we go help them right now? Yeah, we can go. Please. We can go for the medication. Thank you. Ik probeer steeds, ik wil natuurlijk alles filmen en zo, weet je. Ik probeer steeds woorden te zoeken die, om het zeg maar duidelijk te maken. Maar ik kan gewoon geen woorden vinden die de lading dekken, weet je wel. Het is gewoon zo zielig allemaal. Ja, ik kan gewoon hier niet alles doen wat ik zou willen doen. Ik wil gewoon alles kunnen doen of zo, maar dat gaat gewoon niet. Ik zit er echt even helemaal doorheen. Ja, dit jochie was gewoon dood geweest als wij hier niet waren. Vandaag, op dit moment, in dit dorpje, hier. Maar ja, maar aan de andere kant besef ik dus ook heel goed van dat er nog heel veel andere dorpen met kinderen zijn waar we nu niet op dit moment zijn. Die we nu niet op dit moment kunnen helpen, weet je wel, dat is gewoon... We gaan jou helpen, kleine fucking baas die je bent. Het gaat allemaal goed komen, sowieso. Komt allemaal goed, hè? Hallo. Thank you. Oké, man, ze hebben nu de juiste medicijnen. Het gaat allemaal goed komen. Ja. Yeah. So, we're gonna say goodbye now. Bye. Bye, little man. Bye, bye. 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 Oh. Bye, bye, little man. Goodbye. Bye, bye. Bye. Good luck. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Good luck for them. Yes. Thank you very much for your support. No problem. She's very happy. The good Lord will return everything. Thank you for each and every support that you've offered to them. Yeah. You're very, very welcome. Yes. We hebben vandaag met onze eigen ogen gezien dat community workers ontzettend belangrijk zijn. Want hun zitten tussen de mensen op, hun pikken de juiste seintjes op. En daardoor hebben we vandaag Patrick en Safar kunnen helpen. Net op tijd. Ja. Maar dat kan Cordate niet alleen. Nee, en ik besef me ook gewoon heel goed dat we vandaag Patrick en Jafar hebben kunnen helpen. Maar dat er nog heel veel andere kinderen zijn die ook gewoon echt hulp nodig hebben. Die goede dokters en gewoon medicijnen nodig hebben. En Cordate kan dat inderdaad niet alleen. Dus we hebben jullie hulp thuis echt heel hard nodig. Dus als je wilt doneren, sms dan alsjeblieft LEEF naar 4333. En je kan ook online doneren. En mocht je nou op je telefoon kijken, klik dan even op het i'tje rechtsbovenin. Ja, ik hoop dat mensen thuis beseffen wat hier aan de hand is. Ik hoop het ook. En dat er iets gaat veranderen. Ik hoop het ook. Dankjewel. Tot de volgende keer. Yes.